tijd om een verrassingspakket te unboxen. Ik zag dit voorbij komen in mijn mail. En normaal nieuwsbrieven en mails, ik word daar moe van. Ik hoef dat allemaal niet te zien en te horen en te hebben. Maar deze trok mijn aandacht. Ik kreeg een mail vanuit Woodwick en Yankee Candle. En niet dat het een samenwerking is, want dit is gewoon vanuit een bepaalde webshop, een bepaalde keten. Maar hun nieuwsbrief stond iets met mystery box van Woodwick en Yankee Candle. En toen dacht ik, wat is dat? Nou, toen ging ik naar de website en toen zag ik een mystery box staan voor €39,90. Gevuld met producten van Woodwick en Yankee Candle. Geen idee of het wat is, wat erin zit. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ben onwijs benieuwd. Ik ga dus de mystery box van 2024 van Woodwick en Yankee Candle unboxen. Ben je nou benieuwd wat er in deze mystery box zit? Net zoals ik. Ik heb geen idee. Blijf dan kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat is geheel gratis. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Goed, zoals ik al zei, de box kost dus €39,90. En het heeft een waarde van ongeveer €65. Ik heb het gewoon zelf betaald. Ik heb het nog nooit voorbij zien komen. Ik ben heel erg benieuwd. Er was geen sneak peek of iets. Je kon echt niet zien wat er in de box gaat zitten. Dus het is echt een verrassing. We gaan het meemaken. Mocht je Woodwick en Yankee Candle nog niet kennen. Woodwick staat een beetje bekend om die kaarsen met houten lont. Waar je natuurlijk nu tegenwoordig heel veel kaarsen van hebt. Maar de original is toch echt Woodwick. En dat is die knisperkaars. De kwaliteit van Woodwick is gewoon fantastisch. En dan heb je Yankee Candle. En Yankee Candle staat echt bekend om hun geurassortiment. Hun hebben zoveel kaarsen in zoveel geuren. Elk seizoen is er weer een andere geur. En ja, ik vind het echt fantastisch om bijvoorbeeld met kerst Yankee Candle kaarsen te halen. Ik heb er ook onwijs veel. Ik unbox ook elk jaar de Yankee Candle adventskalender. Dus die kun je even checken mocht je dat leuk vinden. Maar hun hebben echt, hun assortiment is gewoon onwijs groot. En de kaarsen zijn ook echt afgestemd, zeg maar, qua naam op het seizoen. Dus bijvoorbeeld Letters to Santa, Singing Carols, Holiday Hearth, nou ja, van alles. Even een korte onderbreking van deze video. Want er is een pakketje binnengekomen en dit wil ik heel graag even met jullie delen. Het is namelijk van Beers Benefit. En misschien ken je het wel, heb je het al voorbij zien komen. Maar ik ben hier onwijs benieuwd naar. En ik heb een mega kortingscode voor jullie. Maar goed, ik wil heel graag even laten zien hoe het binnenkomt. Want hoe schattig is dit? Met een biertje. Nice to treat you. Ja, fantastisch. 1, 2, 3. Beers Benefit zijn eigenlijk van die gummies die je in kan nemen. En wat dan goed is voor je. Voor verschillende doeleinden. Zo heb ik bijvoorbeeld de immuunsysteem. Eentje gekozen. Ik heb één voor nail en hair. En ik heb er één voor je skin. En dan zit daar bijvoorbeeld biotin, zink en ik vind dat zo'n moeilijk woord. Hyaluronzuur in. Je zou misschien denken waarom. Maar ik heb dus echt oneffenheden. En misschien valt het niet op, maar ik heb het echt. Nou, ik heb nu make-up op. Maar ik heb best wel last van onzuiverheden. Best wel veel mee-eters. Dus ik dacht, ik ben heel erg benieuwd naar hoe dit gaat zijn voor mij. Dus ik was ook wel heel erg benieuwd naar de Nail & Hair Vitamin. Nail, ja, ik laat ze altijd doen bij de salon. En geloof mij, als ik dat niet doe, echt geen porum. Geen porum, het breekt af, ik bijt, ik doe alles. Met mijn handen en nagels. Het is echt niet mooi. Dus ik hoop dat dit het wat sterker maakt. En ik zal even laten zien wat hier dan in zit. Tadaa! Kijk, echt een soort snoepje. Nou, en deze is dus voor je haar en nagels. Dus dit wil ik gewoon heel graag testen. Mmm. Wat bizar. Het smaakt ook echt lekker. Het is suikervrij en gewoon van natuurlijke producten. Dus ik heb die. Ik heb de Skin Vitamin. Deze. En dan heb ik nog de Vitamin Immuun Systeem Booster. Dus ik ga dit lekker testen. Ik ben heel erg benieuwd hierna. En ik heb nog een hele leuke kortingscode voor jullie. Met deze kortingscode krijg je 25% korting op alles. En jullie krijgen deze gratis haarvitamine. Als je mijn code inzet. Bij een minimale bestelwaarde van €39. Heel chill. Je hebt er ook gewoon setjes te koop. Dus je kan zeg maar dit soort sets
ook gewoon bestellen. Maar je kan het ook gewoon allemaal los bestellen. Ik zal het allemaal even in de beschrijving linken. Mijn kortingscode en de producten die ik heb gebruikt of ga gebruiken de komende tijd. Ik zal anders gauw wel even een update geven in een van de video's. Hoe het mij bevalt, want ik ga dit echt testen. Ik ben onwijs benieuwd. Dus dankjewel Beurs Benefit en ik ga dit testen. Gaan we gauw terug naar de video. Goed, lang genoeg gepraat. We gaan deze box openmaken en ik ging al even spieken. Maar er valt niet zoveel te spieken. Want dat ga ik jullie even laten zien. De geur die hiervan afkomt. Oh, waanzinnig. Oké, veel plezier met je aankoop van Woodwick en Yankee Candle. En dan staan er nog wat tips op, zoals kamertemperatuur, verplaats je product niet brandend. Nou ja, dat snappen we. Nou, en het is dus echt ingepakt als een cadeautje. Oh, wat leuk! Kijk nou! Het is dus echt ingepakt. En als ik dat weghaal, heb ik echt allemaal cadeautjes. Dit is gewoon een cadeau voor jezelf. Oh. Fantastisch, leuk. Oh. Oké, ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in gaat zitten. Ik pak gewoon het allereerste wat ik zie. Het lijkt wel een adventskalender. Helemaal leuk. Dit voelt heel licht aan. Besef dat iedereen dit dus, of dat mensen dit dus allemaal met de hand inpakken. Ik hoop dus, dat heb ik nog niet uitgesproken, mijn verwachting. Wat ik hoop is toch wel echt wat full size kaarsen. Oké, wat is dit? Oeh. Oh, joh, lekker. Ik heb hier een waxmelt van Yankee Candle in de geur. Black Coconut. En normaal zou ik dit dus zelf nooit zo in de winkel kopen. Maar dit is echt lekker. Echt zo'n kokosnoot. Een beetje, het ruikt naar pina colada. En lekker voor in de zomer. Ja, ik weet dat waxmelts ongeveer 4 euro kosten van Yankee Candle. Dus dat is dat. En dan zie ik hier ook nog de Black Coconut autogeur zakje. Dit kun je dan ergens ophangen, bijvoorbeeld in je auto. Maar je kan het ook gewoon in je kledingkast doen. En dat ga ik doen. Ik ga deze in mijn kledingkast ophangen. Oh, ja, heel erg leuk. Dus dit zit gewoon in één vakje. Een autogeurzakje. En waxmelts in dezelfde geur. Nou, ik ben hier eigenlijk wel heel erg blij mee. Dit was Yankee Candle. Heb ik denk ik een kaars. En dit is een grote kaars. Zo voelt het. Ik ben benieuwd of het Woodwick of Yankee Candle is en welke geur. Want dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Welke geur zit erin? Dat is natuurlijk heel erg smaakgebonden. Woodwick. De roze geur. En toevallig ken ik die. Oh, ja. Dit is echt heel erg leuk. De Coastal Sunset geur. Oh, ik was dus laatst bij de Magnolia. Daar heb je dit soort kaarsen allemaal. En de buurman staat op een ladder. Oh my god. Awkward. Goed, nieuwe poging. De buurman is vlaggetjes aan het ophangen voor Koningsdag aan het huis. Die keek naar binnen en zag mij zo filmen. Vind ik toch een beetje ongemakkelijk. Maar terug naar deze medium jar Woodwick kaars. Deze kaars, Coastal Sunset, is zo lekker. Onwijs lekker. Zo'n lekker, ook een beetje pina colada geur. Een mix van kokos en wat zit er nog meer in? Orange, sweet, cinnamon, lemonade, citronella. Ja, die mix. Oh, echt. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Lekker voor de zomer deze kaars. Ik wilde deze dus toen niet kopen in de winkel. Omdat ik dacht, ja, ik ga niet nog een kaars kopen. Ik heb al heel veel kaarsen voor de zomer. In de zomer, nu ik eigen huis heb trouwens niet. Want ik ik brand elke dag kaarsen. Ik vind dat gewoon gezellig. Maar toen ik nog thuis woonde, brandde ik in de zomer eigenlijk geen kaarsen in mijn kamer. Omdat ik er niet zo vaak was. Maar nu wel. Dus, fantastisch. Volgende pakketje. Er zitten nog 3 items in. Dit voelt heel zwaar. Ik ga deze bewaren voor later. Ik ga eerst naar dit. Geen idee wat het is, maar het is allemaal in ieder geval heel goed ingepakt. Dit is Yankee Candle. Ik zie het al. Dit zijn die kleine lichtjes, die vaccinelichtkaarsjes. En ik zie al hele lekkere geur. Deze heb ik toevallig ook. Dit is de Smoked Vanilla en Cashmere geur van Yankee Candle. Deze is zo goed. Zo goed. Deze ruikt heel erg naar Woodsmoke van Woodwick.
echt een beetje wat zwaardere, niet heel erg vanilleachtig hoor. Echt een beetje een zware herfstgeur vind ik dit. Heel lekker. Dus dat zit erin. Love it. En daarbij zat ook nog Ocean Air. En deze geur ken ik niet van Yankee Candle. Deze. En dat vind ik wel leuk. Dat er ook dus wat zomerse geuren in zitten. Want dat zou ik niet zo snel zelf kopen. Ik pak hem even uit. Oeh, wat goed. Zo. Deze geur is fantastisch. Sander gaat deze echt heel lekker vinden. Dit is echt zo'n lekkere mannengeur. Frisser, maar toch een zoet vleugje zit er doorheen. Zo, als je deze tegenkomt, ruik deze. Ocean Air van Yankee Candle. Koop hem in het groot. Persoonlijk had ik het niet verwacht. Ik hou niet zo van frisse geuren en zo. Maar dit is niet echt fris. Het is fris, maar op een goede manier. Deze is echt waanzinnig lekker. Nou, wat mij betreft heb ik het geld er al uit. Want ik ben al helemaal blij. We gaan door naar het volgende pakketje. En dit is... leuk! Een gift set van Yankee Candle in de geur Midnight Jasmine. En dit is dus niet echt mijn geur. Dit is heel bloemig. En ik hou niet van bloemig. Dit is hem. Hoe leuk om ook als cadeau te geven. Je krijgt dus 3 van deze kaarsjes erbij die ik net ook had. Maar dan dus 3 dezelfde. In deze geur Midnight Jasmine. Echt bloemig. Heel erg bloemig. Ben ik niet weg van. Ik ga deze weggeven. En dan komen we alweer aan bij het allerlaatste cadeautje. En dat is iets heel groots. Zou het dan Woodwick zijn? Want dan hebben we 2 Woodwick en de rest is Yankee Candle. Ik hoop het stiekem wel. En dat is het niet. Oh. Ah. Jammer. Ja, dit vind ik jammer. Oh, zag me even helemaal opgehyped en toen niet. Prachtig grote kaars van Yankee Candle. Super duur is dit normaal. 4 lonten. Nee, meer. 5. 5 lonten. 1, 2, 3, 4, 5. Maar het is de geur Midnight Jasmine. Oh, dat vind ik heel jammer. Dit is dus, ja, die bloemengeur. Als je van bloemen houdt, vind je dit fantastisch. Nee, ik hou hier echt niet van. Ik ga deze weggeven. En deze dus ook. Is wel leuk als cadeautje zo. Maar jammer, want als je al 1 geur niet lekker vindt, dan heb je dus een mega grote kaars in die geur. Dit was het. Laten we daar eerst mee beginnen. Dit zat er allemaal in de mystery box. Wat vind ik ervan? Goed, eerst was ik nog wel bang dat ik dacht, zouden ze dan dingen wat ze niet verkopen hierin stoppen en weg ermee? En dat denk ik niet. Ik denk het niet. Misschien die Midnight Jasmine. Ik denk dat heel veel dit niet zo lekker vinden. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Omdat er toch 2 ervan in zitten. Dat ze denken, deze hele collectie verkoopt niet. Dus dat geven we erin. Maar aan de andere kant weet ik niet. Misschien bedenk ik het gewoon. En deze bijvoorbeeld. Dit is ook echt een goede geur. En dit gaat zoveel mensen gaan het lekker vinden. Oh, ik ben er zo blij mee. Ik vind het echt een hele leuke box. In totaal krijg je dus 7 cadeautjes. En 7 spulletjes, items. Maar 1 van de 7 heeft dus al 3 kaarsjes. Dus eigenlijk krijg je 10 producten. En dat voor, wat was het? 39,90? Ja, ik vind het... Ik ben er helemaal verkocht. Ik ben er weg van. Ondanks dat ik die grote producten van Midnight Jasmine weg ga geven, heb ik nog steeds 5 items die ik zelf ga houden. Dus op zich. Maar ik ben er heel erg blij mee. Je moet ervan houden. Ik ben wel heel erg benieuwd of iedereen dan dezelfde producten krijgt. Dus als jij deze mystery box bestelt, of je dan dezelfde items krijgt. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik ben er onwijs blij mee. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Echt een cadeau. En een soort kerst. Het voelde gewoon als kerst. Als een adventskalender. Maar goed, ik ben er onwijs blij mee. Ik heb het dus zelf besteld. Ik zou de box ook wel even in de beschrijving linken. Mocht je het ook willen bestellen. Dat was deze video. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Laat me even weten wat jij van deze producten vindt in de comments. En dan wil ik je bedanken voor het kijken dus. En tot de volgende video weer. Doei doei! Even een korte onderbreking van deze video. Want er is een pakketje binnengekomen en dit wil ik heel graag even met jullie delen.